gaan zo meteen verder met Sesamstraat, gevolgd door het Jeugdjournaal. Om 7:45 begint onze servicerubriek TV3 en om 8:00 is het tijd voor het journaal. Maar nu dus eerst Sesamstraat. Sesamstraat, Sesamstraat, Sesamstraat. Het is al begonnen hoor. Zou wel een beetje opschieten. Laat je speelgoed staan, schuif gezellig aan voor Sesamstraat. Voor Sesamstraat. Zeg Innie, Nini, ruim die rommel nu eens op. 10 minuten geleden heb ik het je ook al gevraagd. Moet je eens kijken, je kan niet eens een tafel meer zien. Zo'n rommel is het hier. Geen zin hoor. Nou, dan maak je maar zin. Ik wil dat je alles opruimt. Nu meteen. Nou, hier, doe alles maar hier in deze doos. En als ik daardoor terugkom, dan moet alles opgeruimd zijn. Hoor je me, Inimini? Ja, zie. Heel het huis ligt hier volgens mij al de hele dag zo. En ik moet blijven schoon. Bah, ik heb helemaal geen zin om op te ruimen. Ik ruim ook niet op hoor. Daar heb ik nou gewoon helemaal geen zin in. Ik heb nergens zin in. Maar helemaal niet in opruimen. Nou, iemand anders moet maar opruimen. Ja. Hé, ik heb een idee. Ja, dat is goed. Frank, er is iets vreselijks gebeurd. Wat dan, Inimini? Nou, zie je dat dan niet? Nou, die doos met al die spulletjes viel om en toen werd ik helemaal bedolven. En nou lig ik hier begraven en ik ben helemaal niet eens dood. Oh. En ik kan me niet meer bewegen, Frank. Erg, hè? Geef niet. Iemand moet mij redden. Dat doe ik wel. Wacht maar, Inimini, rustig blijven liggen. Ik ruim alle rommel op. Zo, ja. Huppakeetje. Ja. Zo gaat het zo'n beetje. Nog even deze. Zo, ja. Huppakeetje, gaat er ook in. Ja, Frank, maar wel snel, want dadelijk komt ze terug. En ik bedoel, dadelijk stik ik en het lukt al goed. Ja, zo. Nou, dacht gaat ik het weer een beetje, Inimini? Dacht ik dat ik voor altijd hier begraven moest liggen, nee. Zeg. Zo gaat het toch weer, hè? Ja, nou, bedankt toch, Frank. Ja, graag gedaan, hoor. Een meis van me. Eens kijken of die luie muis al die rommel opgeruimd heeft. Warempel? Ja. Ja? Nou, ik ben best verbaasd, hoor. Ja. Dat had ik helemaal niet verwacht. Nee. Hey, dag, Frank. Dag. Goh, daarnet was het hier zo'n verschrikkelijke rommel, hè? Nou, hè? Oh, maar Innie heeft alles netjes opgeruimd nu. Mm-hmm. Goed gedaan, hoor, Innie Mini. Ja, want daarnet lag ze maar lui te wezen, hoor. Ja. Nou, hè, ik moet er vandoor, want Gerda komt bij me eten. Ja. Dag, jongens. Ja, ja. Dag, Sien. Zeg, Innie Mini. Mm. Dat jij een grapje met mij uitgehaald hebt, hè? Sien heeft dus gezegd dat jij deze rommel op moet ruimen. En dan heb je het mij laten doen. Je hebt me lelijk beetgenomen. Nou, heel klein beetje maar, hoor, Frank. Maar, Frank, ik ben wel heel blij dat je mij gered hebt, hoor. Ja, hè? Dat wil ik best geloven. Hier. Dag, Innie Mini. Dat was best leuk, hoor. Hey, ineens vervel ik me ook niet meer. Goh. Ja, dat was leuk. Even denken hoor, wat ga ik nou... Hé, daar heb je meneer Aard. Weet je wat? Ik doe het nog een keer. Help! Help! Oh, kan iemand me helpen? Oh, jammer. Oh, wat vreselijk. Oh, meneer Aard, er is iets vreselijks gebeurd. Iedere week bracht Roodnurksje een mandje nurksvoedsel naar haar grootmoeder, die woonde in een schattig huisje op de vuilnisbelt. Prima! Suikermosselen! Oh ja! En dan hier bananen in smeltjus. Ja, ja! Oh,
En dan, oh heerlijk, aardappelen met karamelvla. Oh, ik breng liever geen Nurks eten naar mijn grootmoeder. Ze eet alles en ze geeft mij nooit eens iets. Dat was logisch. Haar oma was een Nurks en die delen nooit iets. Maar ons kleine rood Nurksje ging toch maar weer op weg. Want ze vond het heerlijk op de vuilnisbelt. Oh, door de riolen en op de belt naar oma's huis op weg. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Bah! Ik haat dat domme gespringen, dat getra-la-la-la-la. Bah! En ze ging op weg naar oma's huis. Maar wat ze niet wist, was dat haar oma op vakantie was. Naar het moddermoerasland. En dat een grote boze wolf verkleed als oma haar opwachtte in oma's bed. Ja, ja, en als die kleine roodneuksje binnenkomt, en dat kan nu elk moment zijn, denkt ze dat ik oma ben. En dan komt ze dichterbij, ik spring uit het bed en eet haar op. Tja, dat is wat de wolf dacht. Maar die kleine roodneuksje was hem te slim af. Binnen! Ik bedoel, kom binnen! Grootmoeder, ik heb hier wat om te eten. Oh, dankjewel, liefje. Dank je, liefje. Een Nurkse oma zegt zoiets niet. Hé, dat is niet mijn oma. Maar wie dan wel? Oh, wat ben ik blij je te zien. Ja, ja. Ik weet het. Het is vast de grote boze wolf. En hij lijkt wel aardig, maar hij wil me vast gaan opeten. Nou, dat zullen we dan eens even zien. Ik laat hem Nurks eten zien. Dan is zijn honger vast vlug voorbij. Oh, grootmoeder. Wat heeft u een grote ogen? Wow, jazeker wel. Daar kan ik je beter mee zien, liefje. Oh. Dichterbij. Ja, goed. Ja? Grootmoeder, ja? Wat heeft u een grote oren? Dan kan ik je beter eten. Ik bedoel, goed horen, liefje. Dichterbij. Oh, goed dan. Oh, grootmoeder, wat een grote tanden. Dat is om beter te kunnen eten. Ja, om te eten wat ik bij me heb. Wat dacht u van suikermosselen? Suikermosselen? Ja! En het volgende gerecht op het menu is mosterdbloempap. Mosterdbloempap? Met bessensap. Ja. En als dessert krijgen we eerst bananen in vette jus. Bananen in het vet? Mijn maag draait ervan om. Prima, laat het maar draaien. Want daarna hebben we nog chocoladesaus met sardientjes. Wauw, nee, ga toch weg. Zo raak ik mijn honger kwijt. Meer boze grootmoeder. Wat? Ja, we hebben spekjes met mayonaise. Oh, nee. Ja. Hou op. Oh. Ik had het. Ik kan al niet meer. Oh, we hebben ook nog uienkompot. Ruik. Ruik dan uien. Ja. Oh, grootmoeder. Wat? Hier is uw lievelingsgerecht. Ik heb geen lievelingsgerecht Baling meer. Baling met roomtaart. Ja. Daar was ik al bang voor. Weet je, wat Nurksen graag eten, vinden anderen, waaronder wolven, afschuwelijk vies. En bij het opnoemen van al dat Nurksen eten voelde de wolf zich steeds zieker worden. Oh, grootmoeder! Wat nou weer? Ik heb hier nog lever met perziken. Oh, lever met... Nee. Doe, ja. Ik betaal je wat je wilt, maar ga nou weg. Ach, doe nou, u lust hiervan toch wel wat? Ik heb... Een stukje spinnentaart. Ik zou niet eens meer een Nurks lusten, zoete spinnentaart. Ga nou weg. Ik word misselijk. Ik kan dit niet tegen. Ga nou weg. Doe nou toch. Wie is daar?
Ik ben het, de houthakker, en ik kom je redden van de boze wolf. Oh, help, help me. Ze heeft zoete spinnentaart. Oh ja? Ja? Dat is afschuwelijk. Vertel mij wat. Wilt u ook een stukje, houthakker? Nee, ik ga er vandoor. Oh, dat is mijn idee, vriendje. Ik ga eerst. Ha! Ziezo. En dus kon Roodnurksje voor één keer het Nurkse voedsel zelf eten. En dat was het sprookje van de kleine Roodnurksje. Vijf en één. Vijf en één. Vijf en één. Vijf en één. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 5 en 1 is 6. 5 en 1 is 6. Hij is helemaal leeg. Dan moet hij vol. Oh, wat een troep. Oh, nee. Wat is dat? Ik heb ze te maken. Hondenpoep. Hondenpoep. Vies. Gaat hij dan kijken naar de hondenpoep? Ja. Kijk. Hé, wat is dat? Een lichtje. Wel. Hij gaat het in de emmer vinden. Het lichtje even opruimen. Oh, het loopt weg. Nou, Ik heb het. Het is
hartstikke leuk.